hoeveel centimeter zitten we er nu overheen? Hij zou er dus overheen zitten, zeg maar 13 centimeter. Hoe een niets vermoedende dame plotseling de buren op haar dak krijgt. Hoor ik dit nu goed? Worden wij zo behandeld? Daar haak je toch helemaal niks aan? Het is geen treiter hoor. En ik denk, nou. Waarom heeft niemand ons iets laten weten? Nee, ik lieg niet. Goedenavond en welkom bij NCRV's Rijdende Rechter. Vol vertrouwen begint Kees van S aan zijn geplande dakopbouw. De bouwvergunning is afgegeven en de buren zijn ingelicht. Dus, wat kan hem gebeuren? Enschede. Kees en Betsy van S wonen sinds 10 jaar aan de Schippershorst. Kees is een handige jongen. In 2003 wil hij een dakopbouw plaatsen. De vergunning komt er, maar het zit financieel flink tegen. De bouw wordt uitgesteld, totdat Betsy ongelukkig ten val komt. Het werd noodzaak om de boel te veranderen, omdat zij dus een ruggenwervel had gebroken. En ik dacht, ik wil haar ontlasten om met veel zware spullen omhoog te moeten, met de was in dit geval. Kees wil zijn kantoor zo snel mogelijk boven maken, zodat Betsy beneden kan strijken. Om kosten te besparen begint hij zelf aan de dakkapel. Metselen kan hij niet. Daarom neemt hij 2 metselaars in de arm. Die oudste die is tegen de 60 of over de 60. En die zei dat hij vanaf zijn 16e al aan het metselen is. Dus ik denk, nou die jongens die weten wel hoe het moet. En die andere die heeft ook heel lang ervaring. En ze werken samen en doen heel veel. Kees' buurvrouw, de hardhorende Herma Essink, is er al aan gewend dat haar buren flink aan hun huis klussen. Nou, de buren zijn hier komen wonen in 1997. En vanaf die tijd dus niks anders dan verbouwen, renoveren. Dus continu boren, timmeren, zagen, muurtje afbreken. En ik heb zo'n idee, zo had ik rekening mee. Kees is vol goede moed bezig met zijn dakkapel. Maar tijdens de bouw ziet Herma dat de buurman wel erg voortvarend te werk gaat. Het was dus zo ver dat de zijmuur geplaatst werd. En toen zag ik pas dat op mijn dak is gebouwd. De buurvrouw sprak mij op een gegeven moment buiten voor het huis aan, halverwege de bouw, dat ik 20 centimeter op haar huis aan het bouwen was. En toen was ik boos, toen heb ik gezegd, jouw muurtje had aan jouw kant gemoeten. Dat was mijn reactie. Ik zeg, nou, dat is, ik doe nou gewoon dingen die ik moet doen om die 2 muren te kunnen metselen. En toen draaide hij zich om, is naar binnen gegaan. Ik kwam wel met knikkende knieën, kwam ik boven. Ik denk, nou, wat er nou weer aan de hand is, zeg ik. De buurvrouw zegt dat we fout bezig zijn. Van de vernedering. En daarna hebben we elkaar niet meer gesproken. Ik denk, nou, dat is dan je buurvrouw, dacht ik ook, weet je wel. Gezellig. Kees gaat te raden bij zijn metselaars. Maar die vertellen hem dat er niets aan de hand is. En ik denk, ja, wij doen het zo. En ik heb het bij anderen ook zo gezien. Dus het kan niet anders. Dat was mijn conclusie op dat moment. Kees maakt zijn dakopbouw rustig af. Maar ondertussen vallen er brieven van de buurvrouw in de bus. Ik had in de brief geschreven echt dat muurtje van mij af moest breken. Ja, de manier waarop die dingen gaan. Je kan ook aanbellen, je kan ook op een andere manier het oplossen. Dus ik vond de manier waarop je daarmee geconfronteerd wordt, vond ik ook alweer van, jongen. Hij moest binnen 14 dagen mij beantwoorden. Heeft hij niet gedaan. Op die manier dacht ik ook weer, nou, niet te geloven, weet je wel. En die brief heb ik laten liggen. En hoe hij dat verder doet, of hoe hij verder bekijkt, dat moet hij zelf weten. Maar het muurtje moet van mijn dak af. Ja, mes op je keel. Gewoon geen prettig idee is dat. Rijdende rechter. De buurvrouw heeft volgens ons geen last van die muur en we eisen dat die muur blijft staan. Rijdende rechter. Mijn buurman had naar mij moeten luisteren. Ik eis dat hij het muurtje afbreekt.
Ja, het is een beetje een aparte situatie deze keer, want er ontbreekt namelijk één partij. Kees van Es en zijn vrouw kunnen er door zwaarwegende persoonlijke omstandigheden onverwacht niet bij zijn. Maar gelukkig is Herma Essink er wel en zij heeft haar neef meegebracht om haar terzijde te staan. Ja, dat is inderdaad jammer, hè, dat de buurman er niet is. Maar goed, het is niet anders en u hebt toch ook recht op een uitspraak. Ja. Hè? Ja. Dat wil ik ook wel horen. Die wilt u ook wel horen, ja, dat snap ik. En nou ja, goed, u hebt uw neef meegenomen, ja, om u terzijde te staan. Ja. Het heeft ook wel een beetje te maken met het feit dat u slechthorend bent. Ja, behoorlijk. Gaat het articuleren voldoende? Ja, dat is goed. Ja. Ja, maar ik kijk heel veel naar de mond. Ja. Spraak afzien. Gelukkig heb ik een grote mond. Ik begreep dat het contact vroeger met de buren altijd wel goed was. Nou, goed. Ik heb... U hebt hen ook nog wel geholpen, toch? Ik heb hun veel geholpen. Want hij is af en toe ziek. En daar hielp ik zijn vrouw. Wanneer verslechterde die relatie? Nou, toen ik opmerkte dat Muur over op mijn grens is. Toen hij met die dakkenopbouw aan de gang ging. En toen dat muurtje dus op uw dak stond. Ja, toen was het halverwege. En toen zag ik het. Eerst heeft u ze er wel op aangesproken. Ja. Maar wat zeiden ze toen? Had jij dat? Ja, toen is dat contact verbroken. Ja. Ja. Toen hebben ze gezegd van ik heb er niks mee te maken. En hij zegt nu, want dat hebben we net in de film gezien, van wat is dan je buurvrouw? Ja, Allah. Ja, heb je rekening mee te houden, toch? Ja, zo kan je het ook zien. Maar hij brengt het zo van dat is ook wat moois. Dat is de, hè? Ja, dat is een beetje eenzijdig dan, hè? Ja. Ik bekijk ook zakelijke kant. Ja. Ja. En je wilt nog een paar jaar lekker blijven wonen, toch? Ja, ik woon 32 jaar. Is het wel een lekker huis? Ja, heerlijk huis. En een leuke buurt. Ja, enig. Ja. Goed, we gaan eens even kijken naar die leuke buurt en naar het heerlijke huis. Meester Visser stijgt tot grote hoogte om de dakkapel aan een onderzoek te onderwerpen. Goedemiddag. Het is een hele buurtfeest geworden. Ja, zeg maar wel. Dag, van de rijdende rechter. Hallo, Kees van Es. Hallo. Dag, welkom. Ja. Blij dat u er bent. Dag, mijn Essing. Ja, oh ja, ik zie Marta Werktuigen al staan. En het kadaster. Dag. Hallo, Bert Steenhagen. Bedankt voor uw komst. U bent al een meter geweest. Ja, ik heb de kadastrale grens door middel van een krijtstreep boven aangegeven. Oh ja, ik zie hem al, ja. En die gaat... Ja, wat zou ik zeggen? Dan ga ik nu eventjes naar boven. Ja. Het lijkt me het beste dat ik eerst maar even bij u binnenkijk. Ja, als je wil. Hè, dan kunnen we de binnenkant even bekijken. Ja, ik ben dus nu in opbouw. Ja. Zo. Maar wel uitzicht, hè, aan twee kanten. Ja, wat kunnen we hier zien? Hier kan je de oude scheidslijn zien. Ik zal even met een rolmaatje proberen aan te wijzen. Dit is er dus opgemetseld. Dus de oude muur loopt in één vlak, zeg maar, door met de nieuwe muur. Het is eigenlijk gewoon, de binnenmuur hier is op de oude binnenmuur gezet. Ja. Oké. Okay. Nou, ik ben naar beneden. En dan gaan we even via onze lichten. Hoogwerker. Ja. Met de hoogwerker gaan we. Ja. Zo. En deze kant. Zo. Oké, dag recht. Dag recht. Ik ga even boven kijken. Ja. En u gaat mij daar veilig brengen. Dat gaan we doen. Zo. Dus dan heb je nog even vastmaken aan de achterkant. Ja, meneer Boris, zit u een beetje gemakkelijk? Zeer comfortabel, ja. Ik zie dat het
het streepje, dat is de helft tussen, daar loopt dus de erfafscheiding. Ja. En hoeveel centimeters zitten we er nu overheen? Nou... Het muurtje is... 21. 21 centimeter. Precies een steen, dus een steensmuur. En de erfscheiding, hij zou er dus overheen zitten, zeg maar 13 centimeter. En die loodslabben? Ja, dat is een beetje... In de eerste plaats mag je al nooit in deze hele grote lengtes dit uitvoeren. Oh, dan krijg je huidscheuren. Er zit hier overigens al een scheur. Ja. Dit is erin geslepen of erin geklemd. Het is in ieder geval niet de juiste manier van het aanbrengen van... Moet het eigenlijk niet in de spouw? Eigenlijk moet het doorgezet worden tot aan de binnenspouwblad. Ja. En ook wat je ook hier al goed ziet, is hier de balken. Dus deze muur draagt de balken. Dus de buitenmuur heeft hij als dragende muur genomen. Dus we hebben het niet enkel over een paar centimeter over de erfgrens. Nee, eigenlijk niet. Vast bedankt en ik zie u straks terug beneden. Precies. Ja. Dan gaan wij weer naar beneden. Daar gaan we, ja. Oké. Oké. Word ik losgemaakt? U wordt losgemaakt nu. Zo. Deurtje open. Open. Ja, ik heb het allemaal gezien boven. En ik zie u straks terug voor de hoorzitting. En dan gaan wij rustig over de zaak praten. Ja. Ja? Tot straks. Dag. Ja, toen u erachter kwam dat die dakopbouw dus gedeeltelijk op uw dak stond, wat hebt u toen ondernomen? Toen ben ik gaan informeren, dat was toevallig in Hengelo Expo, op gebied van wonen. Daar ben ik heen gegaan. Daar heb ik informaties in gewonnen. En het aannemen, die vertelde mij, schrijf u een aangetekende brief. Ja, want dat komt vaak naar over, hè? Dat een buurman of een buurvrouw die er vlakbij woont, via een brief dus iets kenbaar maakt. Ja, dat zet vaak meteen kwaad bloed. Je kan ook zeggen van ach, ik heb er niet zoveel last van. Hè? Ik bedoel, ik zie het niet. Ik vroeg me af, gaat het u nou om die 13 centimeter of 21 of wat het ook is? Of toch meer om dat u serieus genomen wilt worden? Het is mijn huis en dat stukje nu... laten zitten, het is voor mij. Ja. En de andere kant is voor hem. En na 10 jaar verbouwen is dit het einde van de climax, toch? Oh, dat is het. Het is gewoon de spreekwoordelijke druppel. Ja. Het houdt een keer op. Goed, nou, we zullen zien. We gaan naar de hoorzitting. Meester Visser zoekt de zaak tot op de bodem uit. En ook de metselaar draagt zijn steentje bij. Welkom, we zijn hier in Enschede en aan de orde is de zaak van de familie van S tegen mevrouw Essink. Ja, mevrouw, uw eis is dat hij weg moet. Ja, heel graag zelfs. Maar weet u wat dat betekent? Ja, hij heeft toch verstand van bouwen. Hij heeft binnenshuis ook alles gerenoveerd. Hij heeft toch verstand van. Dat komt bij mij heel vervelend over. Ik kan wel beschuldigd worden en dit heb ik fout gedaan en dat. Ja, maar goed, ik ben niet iemand dat ik iemand aan loer wil draaien. Dat wil ik helemaal niet, zo ben ik niet. Waarom zou ik dat moeten en willens doen? Mm-hmm. Aanvankelijk, u was bang voor waardevermindering van uw huis. Nou, ik heb hier een brief van een makelaar, dat heeft u zelf overgelegd. Ja. Ja. En die zegt, daar ziet hij geen waardevermindering in. Ja, vanmiddag ben ik voor het eerst binnen geweest. Ja. En het huis is gehoorig geworden. Muren zijn dunner geworden. Want, maar dat moet u mij uitleggen, want u bent half doof. Nee, maar en u heeft last van geluidsoverlast. Ik heb nieuwe hoortoestellen. Dus het is nog extra sterk. Ja. En nu hoor ik veel meer geluiden. Ja. Ingenieur Borges, ik wilde u vragen of u ons en de mensen thuis een beetje schematisch kunt uitleggen hoe die muur waar we het nu over hebben, hoe die eigenlijk is opgemetseld. En de situatie is eigenlijk als volgt. Dit zwarte vlak is de bestaande muur. Dat is de oude binnenmuur, de verbindingsmuur tussen de twee huizen. Ja, en daar is dus nu opgebouwd deze blauwe en deze groene muur. En dit is de kant van de heer en mevrouw van S. En dit is de zijde van mevrouw Essink. Ja. Nou hebben we aan de binnenkant geconstateerd dat die muur helemaal in hetzelfde vlak doorloopt, helemaal vlak is. En daar is een steen opgezet. Vervolgens is een heel klein spouwtje gebruikt. En vervolgens is er weer een steen opgezet.
Nou, je bent in ieder geval het hart van de muur voorbij. 13, 14 centimeter hebben we net op het dak gemeten. En dan die loodslabben. U heeft mij net al een scheurtje aangewezen. Zelf. Ja, er zat al een klein scheurtje in. Even los van die centimeters. Loopt mevrouw hier bouwkundige gevaren, de buurvrouw? Nou, niet van het feit dat hij er overheen is gebouwd. Maar wel verhoogt het risico op lekkage. En als deze muur dus water door gaat slaan, omdat het lood niet doorloopt, ja, dan kan het hier nat worden. Meneer Voorhaar, u bent een metselaar. Ja. Waarom bouwt u over de grens heen? Hij had een tekening meegenomen, zeg maar. Die had hij van een aannemer gekregen, hoe die aannemer daar ook had gebouwd. Al die dakkapellen daar in Stokhorst, die zijn zo gemaakt. Zijn allemaal zo hetzelfde gemaakt. Ja, dat is ons argument. Kijk, ik bedoel... Ik ben bij die aannemer geweest en ik heb gezegd... Hoe heb je dat dan opgelost? Ja, zo en zo. Nou, ik heb hetzelfde ook zo opgebouwd. Die oude muur, hè? Dus voordat de dakopbouwer was... Die tussenmuur tussen uw huis en het huis van de buren... Dat is een gezamenlijke muur en die is, noemen wij, mandelig. En dat betekent dat u alle twee... samen eigenaar bent van de hele muur. En nou komt het. Iedere mede-eigenaar mag tegen de mandelige scheidsmuur bouwen... en daarin tot op de helft der dikte balken, ribben, ankers en andere werken aanbrengen. Mits hij aan de muur en aan het, zeg maar, het huis van de buren geen nadeel toebrengt. Dus op zichzelf mocht u, volgens de wet, tot halverwege die muur komen. En u... In uw bouwplan ging u er wel vanuit dat u de hele muur mocht gebruiken, want u ging er bovenop staan met uw nieuwe muur. Ik heb de voorbeelden gezien in de buurt. Ik heb aannemers gevraagd die op dezelfde wijze een dakkapel hebben gemaakt in de buurt. En die hebben op dezelfde wijze als ik die muren gebouwd. Maar heeft u aan uw buurvrouw toestemming gevraagd? Nou, ik heb die bouwtekening was nodig, zeg maar, om de bouwvergunning te krijgen. En alle dingen maar van heeft de tekening. U aan haar toestemming gevraagd om bovenop te... scheidingsmuur te gaan bouwen. En nogmaals, 2 jaar na de goedkeuring van de bouwtekening... heb ik gezegd, ik ga aan de dakopbouw beginnen. Dus er is u geen toestemming gevraagd. Maar u wist wel dat er gebouwd ging worden. Toen hij aan het bouwen was, hè? Ja. Wanneer heeft u toen voor het eerst geklaagd? Ja, toen ik bouw was. Stond hij er toen al? Of was hij nog maar een klein beetje? Toen het zijmuur halverwege was. Zijn muurtje halverwege? Ja, toen zag ik pas. U zegt, het muurtje stond er? Ja. Maar er was verder nog niks afgemaakt. Hij was bezig met afmaken. En toen had u natuurlijk kunnen zeggen... Wauw, dit gaat niet goed. Stoppen nu. Eerst uitzoeken. Maar ik zat 3 kwartier in de bouw al. Ik denk, ja, ik kan het niet zomaar stoppen. Want ik zat met een zeiltje over alles. En ik denk, ja, hoe moet ik dan? Mevrouw kwam eigenlijk in paniek bij me. En ik heb geprobeerd te sussen. Ik was van me geen kwaad bewust. Ik bedoel, we zijn buren. Ik was echt kwaad. Nee, u was bezorgd. Ja, je hebt gezegd... Ik kan een huis opbouwen of dak opbouwen en anders de vreugdebewoners. En toen heb ik gezegd, je had een muurtje naar binnen moeten bouwen. Nee, u had... Ja, echt waar. Ik ben niet... weggelopen, ik ben naar binnen gegaan. De allereerste keer dat u kwam praten, was u heel bezorgd? Ik weet er niks meer van horen. Nou kijk, dat is haar houding. Ik heb haar ook proberen nog in februari aan te spreken. Ja? Ik heb advies gevraagd. Ik heb nogmaals, ik heb gebeld naar andere aannemers... die dezelfde dakkapellen hebben op de Schipperhorst hebben gebouwd. Maar u loopt het risico dat die informatie die u krijgt niet goed is op dat ogenblik. En ook de bouwers met wie ik bouwde. Kijk, ik ben wel de opdrachtgever, maar ik ga ook af. Ik ben geen expert in dat soort dingen. En ik zeg, nou, is dat, hoe kan het anders dan? Zeggen jullie het? Ja. Maar daarnaast zijn er toch verordeningen bij een gemeente. En als je dan een klacht van je buurvrouw hoort, dan ga je toch naar de gemeente toe om wettelijk te vragen hoe het in elkaar zit. En dan ga je toch niet naar de aannemer toe. U bent gewoon doorgegaan. Zonder dat u juridisch advies hebt ingewonnen. Ja, ik ben er me niet van bewust dat ik iets verkeerd gedaan heb. Maar goed, als een ander daar over denkt, oké. Okay. Maar ik, ja, goed. Ja. En als het hart tot hart moet, nou oké, okay, dan zal die veranderd moeten worden. Die muur. Maar wat win je ermee? 6 centimeter. En een buurvrouw die gewonnen heeft. Nou, fijn. En nu denk ik, nou, ik kan het ook schappelijker. Ze hebben het over naberschap. Ja, maar dan had ook in het begin schappelijker gekund. Als u direct de bouw had gestopt en gewoon volgens de normale bouwvoorschriften verder had gebouwd, was er niks aan de hand geweest. Ik vind dat u zichzelf wel een beetje zelf in de nesten hebt gewerkt. Maar ja, als dat zo is, dat meneer in de nesten zit, moet hij daar dan in blijven? Want de eis dat hij het moet afbreken is natuurlijk, ja... Dat is wel een hele zware straf. Jawel, maar als blijkt dat meneer in de nesten zit... en ik ga het wel op een eigen wijze manier door... dan is het misschien toch wel verstandig om een keer duidelijkheid te verschaffen... en om te zeggen van, je moet je eens wat professioneler gedragen in professioneel werk.
Je hebt wel een grote mond om dat zo even te zeggen, maar ik heb mevrouw zelf benaderd en ze was niet thuis. Hoe moet ik daarmee doen dan? Nou, volgens mij woon je daar 24 uur per dag. Luister, dit is nu een hele zware zaak. Dit gaat niet over een scheefstaande schutting. Ik ga hier heel hard over nadenken. In de tussentijd zou ik aan u willen vragen om ieder eens bij zichzelf te raden te gaan hoe de andere partij misschien tegemoet gekomen kan worden. Ja? Ik zie u straks terug in de studio voor het vernemen van de uitspraak. Ja, we zagen net dat die deskundige niet al te positief was. Schrok u daarvan? Nou, ja. Ja, ik ben achteraf ook blij om dat gezegd is. Dat het goed bekeken is, ja. Ja, 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 dat er meer problemen zijn. Ja. Ja. Als het zo technisch uitgelegd wordt, dan wordt het eigenlijk pas duidelijk wat er echt aan de hand is. Ja. En dan, als mijn tante ooit het huis zou willen verkopen, ja, dan kan dat niet op die manier. Dan moet dat eerst hersteld worden. Anders heb je wel een waardevermeerdering. Een vermindering. Vermindering. Goed, nou ja, de uitspraak moet er toch komen. Ja. En ik denk dat we daar nu maar eens naartoe moeten gaan. Voor het zover is nog even dit. Staat u ook met uw rug tegen de muur, dan kunt u bellen. 0900-1301. En dan nu. Krijgt Herma Essink de buren van haar dak af? Of kan Kees zijn opbouw laten staan? Hier is meester Visser met de uitspraak. Nou, ja, uitspraak in de zaak van S tegen Essink. Van S mocht zijn opbouw volgens de wet in of aan de gemeenschappelijke scheidingsmuur hangen. Voor het op die muur bouwen had hij om te beginnen al toestemming nodig van Essink. Zeker nu die ook nog eens een keer over de helft ging. En als ik het pannendak er ook nog een keer mee reken, zo'n slordige 18 tot 19 centimeter over de erfgrens eindigde. Dat is dus niet in orde. Daarbij komt nog dat de muur, zoals door de deskundigen is vastgesteld, bouwkundig niet deugt. Waardoor Essink overlast kan gaan ondervinden. Van S heeft zich doelbewust, althans hoogst onverantwoordelijk, zelf in de nesten gewerkt. En wilde niet luisteren toen Essink tijdens de bouw klaagde. Ik vind dat Essink daarvan niet het slachtoffer mag worden. En ik zal daarom bepalen dat de opbouw moet worden afgebroken, althans voor zover die over de erfgrens heen steekt. Het muurtje moet dus terug worden gezet. Ik zal van S daartoe een ruimer termijn gunnen, ook zeker nu die ziek is, te weten 6 maanden. Maar als het dan nog niet in orde is, dan verbeurt hij een boete van 100 euro per dag met een maximum van 25.000 euro. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dank u wel. Nou, gefeliciteerd. Ja, dank u. Ja, bent u opgelucht? Maar, ja, ja, ja. Juridisch ligt het zo. En ja, ik bedoel, u kunt natuurlijk altijd zelf nog besluiten om te zeggen van, nou ja, ik vind het genoeg als het alleen technisch in orde wordt gemaakt. Maar goed, dat is dan helemaal aan u. Ja. Ik denk thuis over na. U gaat wel nadenken. Ja. Goed. Nou, in ieder geval hartelijk dank voor uw komst. Ja. Gefeliciteerd met de uitspraak. Nou, jij bedankt voor je assistentie. En ik hoop dat het allemaal toch nog weer op een of andere manier in orde komt. Ja. U bedankt voor het kijken. Tot ziens. Wilt u ook een conflict aanmelden? Dan kunt u nu bellen. 0900-1301. Of schrijf naar de redactie. Postbus 12010 1100 AA in Amsterdam. Waar ik gewoon op een gegeven moment pissig van word, dat je me gewoon het gevoel had dat je me aan het lijntje houdt. Ja, en op een gegeven moment denk ik bij me, ja, waar is je mee bezig? Hoe een droom van een slaapkamer verandert in een nachtmerrie. Hoor ik dit nu goed? Worden wij zo behandeld? Daar had je toch helemaal niks aan? Het is geen treiter hoor. En ik denk, nou. Waarom heeft niemand ons iets laten weten? Nee, ik lieg niet. Ja. Goedenavond en welkom bij NCRV's Rijdende Rechter. Thijs Roos is ontzettend zuinig op zijn nieuwe slaapkamerinrichting. Groot is zijn schrik wanneer er al snel krassen op zijn meubels komen. Eindhoven, Brabant.
Thijs Roos wil na het overlijden van zijn vader iets bijzonders doen met zijn erfenis. Mijn vader heeft mij een klein geldbedrag nagelaten. Ik wilde met mijn deel iets speciaals doen, ter nagedachtenis aan mijn ouders. En daarvoor wilde ik dus een mooie slaapkamer met toebehoren kopen. Thijs wil een bijzondere en complete slaapkamerinrichting. En dat mag wat kosten. €4200 maar liefst. Ook wil hij graag een uitgesneden roos in het hoofdbord van zijn nieuwe bed. De symboliek van de roos is voor mij eigenlijk heel simpel. Mijn achternaam is Roos. En ik vond het wel een aardige geste om dat in het hoofdbord te laten snijden. In dit geval wilde ik toch echt iets speciaals hebben ter nagedachtenis van mijn ouders. Ieder mens mag een bepaalde zonde hebben. Dat is mijn zonde, dat ik één keertje dan voor mezelf in ieder geval zo'n soort uitspatting heb. Thijs komt terecht bij meubelmakerij Van den Broek. Eigenaar Wil is niet zomaar een meubelmaker. Niet om trots om te zijn, maar ik ben in 63 of 64 de beste meubelmaker van Nederland geweest. Meneer Roos kwam hier aan voor een slaapkamer te laten maken. Ja, alle opdrachten zijn voor ons leuk, ja. Maakt niet uit eigenlijk. Ik wil zeggen, een complete slaapkamer maken is altijd interessant, wat ik zei. Hè? Altijd leuk. Van den Broek levert de slaapkamer af. Thijs Roos kan graag genieten van zijn nachtrust. Maar die wordt wreed verstoord. Binnen een week merkt hij dat er krassen op zijn nieuwe bed komen. Toen dacht ik, ligt dat nou aan mij? Of ligt dat nou aan het lakwerk? Ik heb dus meneer Roos toen 's morgens aan de telefoon gehad. En die zei dat de lak wel schaal werd. Ik zei, nou, dat is niet zo mooi natuurlijk. Maar daar komen we naar kijken, want dat moet opgelost worden. Nou, naar mijn mening viel het nogal mee. Maar kijk, om een klant tevreden te houden. En wij beloofden dat we dat over zouden spuiten een keer. Hè. Voor Thijs Roos kunnen de krassen niet snel genoeg worden weggepoetst. Maar na 9 weken is er nog steeds niets gebeurd. Hij beloofde van alles, maar uiteindelijk komt hij niet op dagen. Laat ook absoluut niets van zich horen. Meneer Roos heeft al 10 keer gebeld. En 10 keer uitgelegd dat hij dat wil oplossen. Hoe dan ook. Geen telefoontje, geen briefje van sorry, ik heb het hartstikke druk. Ik kan nu even niet, kan de week uitgesteld worden of zo. Daar zou ik heel veel begrip voor hebben gehad. Het geduld van Thijs raakt op. Een half jaar later is zijn bed nog niet gerepareerd. Hij besluit een aangetekende brief te sturen. Dit keer wilde ik een schriftelijke bevestiging, omdat hij mondelinge afspraken gewoon niet nakomt. Meneer Roos, je wordt zwart op wit. Maar wij zijn ambachtsmensen en geen die al een dag achter het kantoorbureau zitten. Daarop heb ik nogmaals een paar keer geschreven. En ja, op schriftelijke aangetekende brieven of gewone brieven reageert hij ook niet. Hij negeert het. Ze hebben mondeling toegezegd. En die afspraak stond er. Ja, op een gegeven moment zeg ik, ja, genoeg is genoeg. Mijn vraag aan de rijdende rechter is, ontbinding van het contract met de heer Van den Broek. Ik wil mijn geld terug. Wij willen pertinent geen cent terugbetalen, maar wij willen wel de slaapkamer opnieuw het overspuiten. U wilde een slaapkamer ter nagedachtenis van uw ouders. Ja. Dat is toch ook wel apart, of niet? Dat is heel apart, ja. Je kan voor bijvoorbeeld een vakantie nemen of zo. Maar dan is geld eigenlijk zo weg. Ja. En ja, ik had mijn ouders lief. En ter nagedachtenis daarvan dacht ik bij mijn eigen, nou, een slaapkamer, dan kan je toch elke dag weer ervan genieten. Die roos, waar is die eigenlijk gebleven? Want ik zag in het filmpje, zag ik niet, geen roos op dat bed. Nee, ik heb met meneer Van den Broek afspraak gemaakt dat als die roos mij niet zou bevallen, dat ik ervan afzie en dat er dan een prijsvermindering zou komen. Dat vond u niet mooi. Kijk, u hebt de tekening hier meegenomen. En u hebt ook iets meegenomen. Ik heb meneer de roos, Van den Broek. Meegebracht. Ja, dus, we hebben hier een geweldige tafel, daar kan van alles op liggen. Dus kijk. Hou de tekening er eens naast. Dan kunt u toch wel zien dat het toch, dat het toch wel echt een roos is in ieder geval. Maar. Ja, nou, het ziet er toch, vind ik,
Wat is er mis mee? Ik vind het wel goed gedaan. De blaadjes van die roos die zijn negatief. Ja. Dus de nerven liggen er bovenop, terwijl de nerven erin moeten liggen. Ja. En ik ben wat dat betreft gewoon... U bent een beetje een kieskeurig type. In dat opzicht wel, ja. Meneer Roos die vond die roos wel mooi, maar zijn vriendin die vond hem dus niet mooi eigenlijk. Ik begrijp dus dat er eigenlijk toen al toch een soort oneenigheid was. Want toen moest er iets van de prijs af. Nee, dat niet? Nee. Tenminste, aan onze kant niet. Nee? Want het was afgesproken. Nee, dat was van tevoren afgesproken. Niet mooi. Hoef je niet te pakken. Nee, maar waarom hebt u toen niet gedacht, ik ga naar een andere meubel maken? Nee, omdat ik afgesproken heb met meneer Van den Broek. Okay. Wat de uitkomst is, deze meubels bestel ik bij u. Wat is er dan misgegaan, denkt u? Nou, moet het misgegaan zijn, anders komt u hier niet terecht. Ik zou het eigenlijk niet weten wat er misgegaan is eigenlijk. Alleen dat hij dus die klacht op die lak heeft. Hoe zit het eigenlijk met die andere dingen die nog mis waren? Er was geloof ik een scheve lade en nog een scheve, wat ze dan een butler noemen. Een soort ontbijttafeltje wat je kan gebruiken in bed. De lades van een van de nachtkastjes waren asymmetrisch gemonteerd. Dat heeft meneer Van den Broek ook zelf toen geconstateerd. In eerste instantie was dat mij ook niet opgevallen dat dat zo was. En de butlers was een van de pootjes, neem ik aan, of iets te lang of te kort. Ik heb er ook geen kijk op, maar die stond gewoon wankel. We gaan eens eventjes kijken ter plekke. Gewapend met een vergrootglas gaat meester Visser bij een zieke Thijs Roos op krassenjacht. Wat een gezelschap. Van den Broek, Rudy van den Broek. U bent de verweerder. Ja, Sjaak Hertogs. En wie bent u? Ja, dat is een deskundige van mij. Maar goed... Ja. Marie Jansen, ik hoor bij meneer Van den Broek. Goed. Elsout, goedemiddag. U bent mijn deskundige? Ja, klopt. Ik zal me even aanbellen, want ik begrijp dat meneer niet erg lekker is. Hallo. Dag, ik ben de rijder de rechter. Thijs. Ik ben niet erg lekker? Nee, ik ben niet erg lekker. Nou, wat een toestand zeg. Griep en zo, dus... Zo, hier is het kunstwerk. Ja. Even kijken. Nou... Mahoniehouten bed? Ja. Wel. U heeft het gemaakt? Ja. Zelf gemaakt? Zelf, nou, met mijn collega samen in ieder geval. Ja. De kast? Ja. Ja, je ziet het dus nu vrij slecht. Kijk, ja, je ziet dat het hier kalig wordt. Nee, ik zie het niet. Nou, ik zie het anders wel. Nou, je hoeft ergens maar tegenaan te stoten en de lak vliegt er ook vanaf. Hier zo, daar zo. Ja, ik zie het niet, meneer. Wacht. Daar zie ik hem iets wat op me beschadigd. Ja, ik probeer alles. Ik heb alles zoveel mogelijk bijgewerkt. Ja, maar ja, ik kom hier om te zien wat kapot is. De laatste paar weken heb ik dat dus niet meer gedaan. Ik zie hier bijgewerkt. Een kras, ja. En zijn er nog meer krassen dan, die je kan zien? Jazeker. Deze heeft Heer Van den Broek zelf veroorzaakt. Toen hij die laad na ging kijken, toen schramt hij dit er met zijn nagel tegen. Even kijken. Ja, als u echt met daklicht was gekomen, dan had u veel meer kunnen zien. Kan dat er niet uit dan, die laad? Ja. Er zit er met niet, ja, of je moet er echt met een mes overheen snijden. Ik zie hier een klein krasje hier. Is met witte verf. Ja, dat meneer... Wat ik wel zie, meneer Elshout. Kijk, ik kan gewoon met mijn nagel zo een kast opmaken. Noteert, ja. Je kan het heel makkelijk kaal maken, hoor. Ja? Dus, en ik heb geen stalen nagels, hoor. Nee, ik kan niet toch op mijn vingers. Hier, zo, kasten. Ja, mijn nagel. Dat bedoel ik dus. Zit niet goed? Het gaat toch flink, hè? Nou, meneer, ik ben er niet gek. Kijk, hier. Ja. Nou ja, hoe dan ook. Ik kan gewoon met mijn nagels... Het krast heel snel. Dus u constateert het zelf ook. En dan denk ik dat ik hier wel voldoende gezien heb. U gaat in de tussentijd nog eventjes onder de wol. Ja, want ik voel me eigenlijk helemaal niet... En dan hoop ik dat u zich zo kunt oppeppen dat u straks nog even op de hoorzitting... We zullen proberen het warm te stoken daar. Oké? Okay? Ja. U had een eigen deskundige meegenomen. Heeft u geen vertrouwen in een deskundige van een rijdende rechter? Nee. Nee. Niet op plakgebied.
Niet op lakgebied? Nee. Het is een hul maken. Kijk, een kras op zo'n ding maken met een nagel, dat ken ik overal op. Dat die expert, zeg maar, of de rijdende rechter deed dat, geloof ik. Ja. Een kras maken kan iedereen op dat hout. Kan iedereen. Daar is geen lak voor bestendig om dat tegen te houden. Dus u vindt dat dat helemaal niets zegt over de kwaliteit van de lak? Nee. Maar goed, u hebt wel gezegd, als hij last heeft van krassen, dan gaan wij het overlakken. Ja, want u wilt tevreden klanten houden. Ja, juist. U vond het eigenlijk een beetje zeurpiet, maar u denkt nou vooruit, als we maar tevreden houden, lakken we het wel over. Wij proberen alle klanten tevreden te stellen. Toen, maar goed, toen is het vervolgens niet gebeurd, dat overlakken. Nou, dat is eigenlijk, het is inderdaad niet gebeurd, maar meneer Roos die gaf aan om het in het voorjaar te doen. Vanwege dat je dan de ramen en zo open kon zetten voor de lucht, hè? Nee, ik heb met de heer Van den Broek heb ik afgesproken in augustus. Dat begin september dat hij de meubels op zou komen halen en af zou lakken. Vervolgens hoor ik begin september helemaal niets van hem. Toen heb ik dus eind september gebeld, waar blijft u nou? Toen zei hij, nou, ik bel u binnen een week terug. Hoor ik ook weer helemaal niets. En zo is het gegaan en niet anders. U hebt zelf aangegeven dat het liefst in het voorjaar. Heb u zelf aangegeven? Toen was september al lang voorbij. Nee. U hebt toen de tijd al meteen gezegd, doe het maar in het voorjaar. Nou, meneer Van den Broek, daar ben ik het helemaal niet mee eens. U hebt dat niet gezegd, doe het maar in het voorjaar. Ik heb dat uiteindelijk wel gezegd, maar toen september niet door is gegaan. En maar wat meneer Van den Broek nou vertelt is dat er september helemaal geen sprake was van überhaupt een afspraak. Mm. Nou, ik denk dat meneer Van den Broek zijn carrière heeft misgelopen in de politiek dan wel bij de Efteling. Qua sprookjes vertalen. Er is niet een afspraak, laten we zeggen, genoteerd waar jullie allebei handtekeningen onder hebben gezet? Nee, dat niet. Want meneer Van den Broek die wilde dat niet doen. En toen vertrouwde ik hem nog ook. Maar op het laatste wilde ik dat wel een schriftelijke bevestiging. Dat dat dan in april, mei zou gebeuren. Als wij dat eenmaal beloven dat wij gedaan hebben, dan blijf ik dat niet herhalen, wil ik zeggen. Hè? Nee. Een man, een woord. Ja. Ja, het is misschien gewoon een verschil in sfeer of in cultuur tussen u beiden. Nou, voor mij is het ook. Zou dat het zijn? Ik denk wat dat betreft dat we op dezelfde lijn zitten. Voor mij is het ook een man, een woord, maar u kwam uw woord niet na. Ja, zo denkt u erover, maar zo denk ik er dus niet over. Maar. Allemaal van die gemoedelijke Brabanders. Nou, dat imago gaat ook mooi naar de knoppen op deze manier. Dat wel, goed, we gaan eens eventjes kijken op de hoorzitting. Onderzoek meester Visser of de meubelmaker lak heeft aan de klachten van Thijs. Welkom, we zijn hier in Acht bij Eindhoven. En aan de orde is de zaak van meneer Roos tegen meneer Van den Broek. De slaapkamer. Toen wij toen net op bezoek waren in de slaapkamer van meneer, was u niet erg onder de indruk? Nee, het ziet er naar mijn mening prima uit. Ja, kijk eerst even naar meneer Elshout. Ik heb u aangewezen als de deskundige in deze zaak. Met mijn vingernagel trok ik toch lelijke halen op dat hout. Ik heb het hier vandaag ook nog even geprobeerd met meubels die hier staan in het café. En ik kreeg van zijn leven daar geen kras op. Ik was blij dat u het deed, dat ik in ieder geval niet de dader zou zijn van. Waar kan het aan liggen? Dat kan aan de lak liggen. Ik heb begrepen dat er na onderzoek met een oplosmiddel, dat er een cellulose lak op is gebruikt. Die worden niet keihard. Oh. Maar als niet in die mate dat het zwaar krasbestendig is, is mijn bevinding van cellulose lak. Ja, waarom heeft u die lak gebruikt? En geen hardere? Die lak die wordt in de meubelindustrie bijna overal gebruikt. Het is gewoon een goede lak. Je wordt overal gebruikt. Maar ja, ik zou ook niet blij mee zijn als ik de dure meubelen kocht en ze krassen met alles en nog wat. Nou, die kras die u maakte, nou, kijk, als je door de lak heen het hout zelfs nog beschadigt, dan kan ik niet zeggen dat u er voorzichtig een krasje op wilde maken. Hè? Ja, ik heb geen gereedschap gebruikt. Geen gereedschap, maar. En ik heb geen stalen nagels of zo. Ik kan makkelijk met mijn nagel lak van een meubel afhalen, hoor. Makkelijk. Ja, want wat vindt u? Ja, het is een normaal toegepaste laksoort. Ja, ja. En helaas, het valt mij op dat hij vrij snel krast. Dus kennelijk vond u ook dat er iets met die lak niet in orde was. Nee, want nee. U heeft mij geschreven dat u in de gelegenheid wil worden gesteld om dat te maken. Ja, ja. Ik heb tegen meneer Roos ook gezegd dat hij overgespoten werd. Ik heb het op een rijtje gezet. Juni 2005,
probeert u te bellen, want dan heeft u klachten over de lak. Ja. Dat lukt niet. Op 23 juni krijgt u meneer zijn vrouw aan de lijn. En die zegt, hij gaat terugbellen. Gebeurt niet. Dan schrijft u op 14 juli. Dan dringt u aan op huisbezoek. Geen reactie. 22 juli heeft u weer gebeld. En toen is meneer gekomen op 2 augustus 2005. Dan zijn we inmiddels bijna 3 maanden verder. Ja. En toen belooft meneer, begin september kom ik de spullen ophalen om te schuren en opnieuw af te lakken. Dat gebeurt niet. En dan gaat hij u op 10 oktober een brief sturen. En zegt hij, ik neem hier geen genoegen meer mee. En hij wil dat u toezegt, schriftelijk toezegt, dat u alsnog voor het einde van de maand de zaak gaat maken. Zo niet, dan gaat hij koopcontract ontbinden. Toen heeft u contact met hem opgenomen. En toen is afgesproken dat u alsnog die werkzaamheden zou verrichten. Uiterlijk mei 2006. In het voorjaar, ja. Precies. Ja. Mits hij dat schriftelijk zou bevestigen, omdat ik dus geen zin had om in het voorjaar meneer Van den Broek elke keer weer achter zijn broek aan te zetten. En ik wilde dat gewoon schriftelijk vast hebben. Want hij heeft u op een gegeven moment zelfs een brief toegestuurd om het u nog makkelijker te maken. Had hij er een strookje onder gemaakt, had hij al voor u uitgetypt. Hierbij verklaar ik, de heer Van den Broek, dat ik de slaapkamer april uiterlijk mei zal herstellen. En dan hoeft u enkel nog maar getekend. W. van den Broek hoeft enkel uw handtekening te zetten. En is hij tevreden, maar dat doet u niet. Nou, ik wil zeggen, toen meneer Roos die slaapkamer bestelde, hebben wij ook niks op papier gezet van hoe of wat. Hè. Wij zetten niks op papier eigenlijk wat dat betreft. Ik heb hier wel een offerte van u. Een offerte wel, ja. Dat, als je daarom vraagt, dan krijgen ze dat, ja. Maar ik wil zeggen, onze mondeling afspraken, die komen wij allemaal na. Ja, klopt. Blijkt ook niet. Anders jawel, zat ik niet hier. Die komen wij allemaal na. Nou kan me voorstellen zeggen, oh, ik heb wat anders te doen. Wij maken mooie meubelen en we zitten niet zo in dat papierwerk. Maar ja, op een gegeven moment worden die brieven van hem worden akeliger van toon. Op een gegeven moment krijg je zelfs een aangetekende brief. 2. En op een gegeven moment dreigt hij dat hij het contract gaat ontbinden. Nou, weet ik niet hoor. Dan zou ik bij mezelf denken, ik schrijf een briefje wat hij wil. Maar op een gegeven moment gaat hij u dreigen dat hij zijn geld terug wil, 4100 euro. En dat denk ik, een postzegel is toch niet zo duur? Nee, maar ja, goed. Wij staan gewoon voor afspraken, die komen wij gewoon na. En daar blijf ik bij, wil ik zeggen. Dat, Maar ik wil een schriftelijke bevestiging, ja. Omdat u elke keer uw woord niet nakomt. Dat is het grote probleem. Nee, wij hebben altijd ons woord nagekomen. Dat is altijd. Waar. Iedereen kan een keer een foutje maken, iets vergeten. Ik ben ook niet perfect. Maar als het keer op keer op keer op keer is, ja, dan word ik er op een gegeven moment goed pissig van. En hoeveel laatste kansen moet je een man geven? Je kunt ook zeggen, hoeveel vertrouwen heb je in ons? Als ik dat zeg, dan gebeurt dat. Ja, in het begin best wel veel, ja. Maar als dat op een gegeven moment niet gebeurt, als u dat niet schriftelijk wil vastleggen. Maar ik heb bij u ook wat anders af, heb ik het idee van. Ik wil zeggen, jij moet mijn vertrouwen in me hebben, maar ik speel ook een beetje van. Een beetje dwarsigheid. Ik teken het gewoon niet. Hij krijgt het niet zwart op wit. Punt. Ja, zo zijn wij, dat wil ik niet direct zeggen. Maar ik wil zeggen, wij maken gewoon afspraken met mensen en die komen wij na. Ja, maar als ik u nou gelijk zou geven, meneer Roos, dan betekent dat dat de slaapkamer eruit moet. Ja. Dan moet u op zoek naar een nieuwe slaapkamer. Mm-hmm. Terwijl u hem eigenlijk wel mooi vindt. Ik vind hem zeker mooi en de dienbladen ook, die zijn prachtig. Dan moet hij op zoek naar een slaapkamer die dat eerlijk is. Ja, maar waar ik gewoon op een gegeven moment pissig van word, dat je me gewoon dat gevoel had, dat je me aan het lijntje houdt. Ja, en op een gegeven moment denk ik bij me, nou, ja, waar is hij mee bezig? Maar als het nou zo was, dat op een gegeven moment echt helemaal zeker is dat hij het gaat maken, ja. Zou u dan nog uw geld terug willen en einde hebben? Het kan zijn dat iemand zegt, ik slaap geen nacht meer in dat bed. Het is een ruziebed geworden. Nee, nogmaals, het is ontzettend mooi gemaakt. En daar ben ik heel blij mee, hoe dat je het gemaakt heeft. Maar het feit dat hij gewoon nergens op reageerde, ja, dat zit mij op een gegeven moment kwaad bloed. Dan zie ik u binnen niet al te lange tijd terug in de studio. Ik ga erover over nadenken. Ik zie u terug in de studio voor het vernemen van de uitspraak. En tot die tijd moet u geduld oefenen. U bent aan een secretaresse toe, volgens mij. Ja. Misschien wel. Nee? Ik heb het idee, jullie zijn gewoon allebei koppig. Gewoon de hakken in het Brabantse zand zetten en niet toegeven. Nou, wil ik toch niet direct zo zeggen eigenlijk. Toch niet, maar... Dat, Nee? U
Is dat het niet? Nee, dat denk ik ook niet meer. Nou, ik denk dat we eigenlijk hetzelfde karakter hebben. Daar ben ik het eigenlijk best wel mee eens, ja. Ja, eigenlijk dus, wel. Dus even koppig. En ik zeg ondertekenen, hij zegt onderteken niks. Ja. En dat botst het op. Wij gaan het nu oplossen. Let op, hier komt meester Frank Visser. Voor wij naar de uitspraak gaan, nog even dit. Ligt u ook 's nachts wakker van uw aankoop? Dan kunt u bellen met 0900-1301. En dan nu. Kan Thijs Roos straks ongestoord slapen? Of moet hij de krassen toch accepteren? Hier is meester Visser met de uitspraak. Uitspraak in de zaak... Roos van den Broek. Ja, prachtige meubels. De laklaag is naar mijn oordeel in dit geval wat te zacht uitgevallen. En dat moest worden hersteld. Maar dat had binnen een redelijk termijn moeten gebeuren. En dat is niet gebeurd. En ja, ook wel laksigheid vind ik. Meneer Roos, die had op dat ogenblik denk ik inderdaad de koop mogen ontbinden. Juridisch zit dat zo wel in elkaar. Maar ik moet u zeggen, dat vind ik in dit geval geen goede oplossing. Het zijn prachtige meubels en diep in zijn hart wil meneer Roos die eigenlijk ook helemaal niet kwijt. Hij wil gewoon nog steeds dat de klacht wordt verholpen en hij wil zekerheid erover. Nou, en dan ga ik niet beslissen dat die meubels terug moeten en dat ze dan op de vuilnishoop komen. Kapitaalvernietiging, daar beginnen we niet aan. Ik zal wat anders beslissen. Ik zal Van den Broek de gelegenheid geven, en mijn uitspraak is zo goed als een getekende verklaring, om binnen 2 weken na vandaag alsnog die meubels opnieuw af te lakken met een voldoende harde laklaag. En als hij dat doet, en verder nog €50 aan Roos betaalt bij wijze van vergoeding van de kosten die hij heeft moeten maken in deze zaak, dan is de zaak daarmee af. Zo niet, het is echt een laatste kans, meneer Van den Broek. Ja, dan wordt de koop echt ontbonden en dan moet u €4150 teruggeven aan de klant, plus nog €105 schadevergoeding. Krijgt u wel de meubels terug? Lijkt me geen handige oplossing. Dat is mijn uitspraak en daar zult u mee moeten doen. Dank u wel. Zo, nou. En gaat u het over... Ja. Moet ik kijken hoe... Ja. Gaat u het overlakken, ja, hè? Wij gaan dat zeker overlakken, ja. Daar gaat niet over uit, maar... Ja. Dan is dat ook weer dan is dat ook weer opgelost. Ja, goed, oké. Okay. En nou, ik neem aan dat je er tevreden mee bent. Ja, mits natuurlijk meneer Van den Broek ook nog het nachtkastje herstelt. En de butler. Komt nou goed, dus, ik geloof niet dat een probleem is. Binnen 2 weken wordt het opgelost. Goed, ik hoop dat iedereen hierna in vrede verder kan leven en slapen. Hartelijk dank voor het meedoen. Heel sportief, jij ook. Okay. En u hartelijk bedankt voor het kijken. Tot ziens. Wilt u ook een conflict aanmelden? Dan kunt u nu bellen 0900-1301. Of schrijf naar de redactie. Postbus 120-10-1100 AA in Amsterdam.